Prachtig zeg. Jullie voelen zich wel erg comfortabel samen, hè? Om zo te zingen. Zo lijkt het toch? Dat lukt, ja. Ja, we komen gewoon overeen, dus. Ja, dat zie je. Nu nog. Nu nog. Nu gaat het erom spannen, want nu moet er gekozen worden. Need You Now. Koen, ze hebben jou allebei nodig, maar daar komen we straks aan toe. Bart, wat vond jij van deze battle? Ik vond het prachtig. Ik vond het vooral een heel mooi duet. Maar dan moet je natuurlijk gaan opletten van hoe mensen apart klinken, want dat zal vermoedelijk de doorslag geven. Hè? En het liedje begon en ik hoorde Rune en ik dacht, amai, die zingt schoon en zelfzeker. En dan kwam Brad, die we eigenlijk kennen als iemand met minder ervaring. En dat ging diep naar mijn hart. En dan kwamen die hogere stukjes. Daar lag dan Rune weer eventjes voorop. Ik vond het ronduit prachtig. Dank u. Als ik er iemand uitkies, dan is er eventjes iets gebeurd dat Brad deed en dat kwam heel diep bij mij binnen. Dus dan wil ik ook nog zeggen Brad, eigenlijk. Ja. Okay. Ja, het is wel echt goed gedaan. Ja, dat is goed gedaan. Ja. Alex, hoe kwam het bij jou binnen? Ik moet zeggen, ik ben tot hier in de wedstrijd altijd ongelooflijk fan geweest van Brad, zijn timbre. Ik vind dat hij een heel mooi timbre heeft. En Rune was mij eigenlijk tot hiertoe altijd wat minder opgevallen, eigenlijk. Vond ik altijd wel heel mooi en zo, maar was minder opvallend. Maar ik moet wel zeggen dat ik nu toch wel... Ja, voor mij was er toch één meer lied en dat was Rune eigenlijk. Ik vond dus eigenlijk Rune toch net iets beter. En zo werd het 1-1. Hoe hard hebben ze gewerkt? Hoe fijn was het om deze twee Poulains bezig te zien in een battle? Om te beginnen zal ik het volgende zeggen. Ik ben altijd zenuwachtig samen met mijn kandidaten. Maar deze battle... Beste Rune, beste Brett, mijn hart klopte echt uit mijn borstkas. Tot de laatste noot denk ik van, zing het, kom maar, zing het. Zing het. Dan heb ik het vooral, Brett, natuurlijk, dat weet je, over jou. We hebben keilang moeten werken aan die tweede stem. Vandaar ook natuurlijk dat Rune meer het gevoel geeft van de lead te nemen. Want dat is ze ook voor het grootste stuk. In de refreinen neemt ze altijd de leadzang. En Brett heeft altijd die moeilijke tweede stem moeten zingen. Ik ben zo fier op u. Nu was het gewoon de beste keer dat je het gedaan hebt. En dus dat vind ik al zalig. Ja. Maar ik kan moeilijk zeggen, Rune, dat het uw beste keer niet zou geweest zijn. Want ook van u
vond ik bijvoorbeeld uw opening was echt warm en goed en net de nootjes zo afgerond tot waar ze moesten zijn, zoals ik het eigenlijk heel graag hoor. Dus wat dat betreft, voor nu allebei... Allee, chapeau. Goed gedaan. Echt zeer blij ben ik daarmee. Heel mooie complimenten. Dan nemen jullie sowieso mee naar huis. Maar, Koen, je moet wel een beslissing maken. Wie neem je mee van deze twee prachtige zangers naar de liveshows? Ik denk dat hij Brad gaat kiezen. Ik denk het ook, man. Ja, ik vind het echt heel moeilijk, jongens. Ik ga naar de lives. Met Rune. Rune Proficiat, die wint deze battle. En gaat naar de lives voor Team Koen. Goed gedaan, man. Goed gedaan.